Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe Call of Duty WW2. En vandaag gaan we Liberation spelen, een spionnenmissie. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even dingen aanvassen. Wat ik nu ook merk, is Luxemburg, op deze map ziet er heel anders uit dan Luxemburg in het echt. En België, zo de achterkant van België ook niet zo heel goed getekend. Maar dat maakt niet uit. We zijn hier voor de aardrijkskunde. We zijn hier voor om Frankrijk te bevrijden van de nazi's. Dus let's go. This is it. We're gonna liberate Paris. Ik ga erop recruit zetten. Ik wil nog even zeggen, als je niet tegen bloed kunt, kijk dan deze video gewoon niet. Ik zal ook wel een waarschuwing geven, maar. Crowley have a plan to sabotage the occupation. And that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. Dus we gaan doen alsof we Nazi zijn. This way, gentlemen. Dus nu speel ik eigenlijk niet het hoofdpersonage, maar ik ga die vrouw spelen. When you couldn't find me, you came for my parents. And my husband. You find me, son. Altijd als je zo in een videospel of een film zo in een nieuwe regio komt, dan kom ik altijd zo iemand bijreis tegen die zo de vijand wil vermoorden, omdat die zo alles van hem hebben afgepakt. En meestal is het ook een vrouw. Ik heb er niks tegen, het is gewoon heel cliché. En waarom is hoofdpersonage in zoveel filmen en games gewoon altijd een man met een witte huidskleur? Ik heb zoveel games gespeeld en ik heb nooit, toch bijna nooit gespeeld als een vrouw. En dat is niet omdat ik niet wil spelen als een vrouw, dat is gewoon omdat er nog games zijn met een vrouw. Allee, toch niet. Toch de meeste niet. Zeg je niet in de comments van Tomb Raider en zo van die dingen, ik ken die games, ik speel die gewoon. En nu speel als een vrouw. Dat is waar. Oké. En nu nog niemand. Nee. Oh nee, gaan ze die vrouw dood en die arme man. En ze jagen die gewoon weg. Spijtig. Oké, wij mogen gewoon doorrijden. Oké, dat is die ene man. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Oké, laten we even zien wie we zijn. Dus we zijn Gerda Schneider. We komen van Hamburg, Germany. En Frans Spiegel is mijn commander. En ik kom hier voor travel documents en police folder Hendrik. Oké. Als ze me nu vragen stellen, moet ik wel zien dat ik alles juist zeg. Ah, het is een toets. Waar ik maar 3 seconden heb gestudeerd. Dat is wel waar. Ja, dat zal nog wel even gaan duren. Allee, maar voor succes. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. Okay. I'll be damn sure I'm going to finish it. Ja. Liberation. Guten Abend. Die Papiere bitte. Papiere. Oh. Oké, close papers. De achter die. Waar moet ik in handen? En bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Wat kan ik zeggen? Ja, hier zijn papieren. Hier is de case. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Travel Documents. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiterfahren. Lass go! Ja, als je nu zo de andere aanklikt, want ik heb al gedaan aan het begin van mijn eerste regering, omdat ik toen dom was. Maar dan zegt hij gewoon zo van.
Dat is raar, hier staat. Hier staat dit. Oké. Oké. Kijk, hoezo is dat ook Crowley? Ah nee! Ik was al aan het zeggen van hoe camera die, maar dat is gewoon Crowley, dat is gewoon de andere Brit. Oké, wat nu? Search for Officer Fisher. Die lift misschien? Ober bij Triep. Ik denk dat dat betekent buiten gebruik. Maar ja, mijn ik was zeggen Russisch. Mijn Duits is ook nog niet spit. Oké, okay. Je moet er dus niet zijn. Zijn er niet om te poetsen? Zijn er niet om te vermoorden? Ja, dat is sowieso niet Fisher. Is het gewoon Search for Officer Fisher, ja. Makkelijk gezegd en gedaan. Oké, okay, maar dit is een officer, dus eigenlijk moet je niet zoeken bij de normale volk. Is dat Officer Fisher? Nee. Oké, okay, dit is een officer, dus hij zal waarschijnlijk wel militaire kleding dragen. En ook niet zoals die, hij zal waarschijnlijk wel iets van hogere stand zijn, dat is een officier. Effective immediately the following areas, the police working are officers. All basements reserved for soldiers to enjoy rest. North wing areas for these military commander, west wing areas for the troop. Ik ga maar eerst in de kelder gaan kijken. Oberst, wie is Oberst? Ah, brauchen Sie irgendwas? Ja. Fischer. Fischer. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller. Ah. Vielen Dank. Gern geschehen. Okay, hier is de kaart. Dat maakt niet uit, maar oké, okay, in de basement. Ze weten waar je... Ik vind eigenlijk al dom als ze hebben gezet. Eerst vind je 3 clues van waar hem kon zijn. En dan 3 meter daarna zeggen ze gewoon van ja, hij is daar. Maar hier is de lift. Op picking lock. Ja, maar wel zien. Voilà. Oké, okay, dus hier is hij normaal met elkaar kan spelen. Hey! Nou, zo wat meen. Oké, hier is nog een document. This intelligence from the front lines indicated Allied forces will bypass Paris to the north and thus we shall not have to fortify the city for full-scale defense. Therefore, this might direct us to turn our focus inwards to increase pressure on known resistance cells and to run this circuit. Oké, dus ze zijn letterlijk al naar mensen zoals mij aan het zoeken. Is dit Obert Fischer? Fischer. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Da ist ein Denk. Der Oberst ist gerade gegangen, um mein Treffen vorzubereiten. Ah, nee. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Ich spreche wel heel goed Duits, alleen mijn karakter, maar soms lijkt het toch alsof de ander beter praat, dan is het normaal. Wat is die vrouw hier eigenlijk? Verschwinden Sie! Was geht Sie nichts an? Oh. Oh! Die gaat eraan. Dat was een quick clean kill. Restez caché. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. We hebben al iemand gered. Let's go. Civil resistance, inderdaad. Hey. Ik hou van België. Ik vind het leuk om in België geboren te zijn. Ja, buiten dan Leopold 2, dat was een klein beetje minder. Maar België is een leuk land. Maar als ik niet in België zou geboren zijn, zou eigenlijk Frankrijk ook wel mijn tweede keuze zijn. Want de geschiedenis van Frankrijk is zo rijk en cool. Oké, okay, we hebben nog iemand gered. Als ik wist dat ik in het land was geboren waar Napoleon had gevochten, dat zou wel cooler zijn dan dit land. Want ja, het is wel nice dat België in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, buiten dat het zo'n klein land is, toch nog heeft meegevochten en redelijk goed heeft gevochten. Allee, voor zijn grote land toch. Maar we bestaan nog maar van 1830, dus eigenlijk zo'n grote geschiedenis kan België niet hebben. Contact.
Zo op de tweede floor. Ben ik daar nu niet? Dus ja, we zijn nog van 38, dus zo'n lange geschiedenis hebben we niet. Waar is die nu? On the second floor. Ik denk dat er nog één naar boven is, want ik ben dom geweest. De tweede floor is natuurlijk het tweede verdieping, dat is de derde verdieping. Maar dat is de tweede verdieping, want je hebt ook nog gelijkvloers. Oké. Ik heb wel een trap nodig. Ah, hier. Fantastisch. Waar is Fisher? Kan ik gewoon niet door. Dit gaat veel moeilijker dan ik... dan de vorige keer. Oké. Maar die andere mensen kon ik zo vragen voor een code of zo. Second floor. Oké, het is hier toch. Ik zit toch van boven, dus ik heb toch al tenminste één clue. Floor. Kan ik niet door. Oké, dus hier. Hier moet ik komen in contact vinden. Waar is Oberst Fisher? Daar niet. Oké, dus deze kamer. Helemaal gesearched. Beneden is een key. Oh, maar hier is wel een... Kunnen ze me helpen? Is dit Obert Fisher? Oké, eerst vragen voor de codephrase. Ja, ik kan maar zeggen Fisher. Codephrase, kom. Oké, die was wel... kort af. Maar in the other room. Welke other room? Want ze hebben nu gezegd wat het is. Zeg het mij dan ook. Is het toch dat? Het zou goed kunnen dat ik er nu wel door kan. Het is de hoop, hè? Nee. In the other room, ja. Ik zag... Oké, wie is dat hier? Oberst. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kan ik Ihnen helfen? Oh, dat is Fisher. Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fisher finden. Sie haben ihn gefunden, ich bin Oberst Fisher. Voilà. Was kann ich für Sie tun? Codephrase. Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner... Het is raar om zo te praten met nazi's over normale dingen. Ik zou zo nog bijna vergeten dat we verschrikkelijke mensen waren. Oké, als je niet tegen bloed kunt, schep er een minuutje of twee of zo. Alsjeblieft, nu nog niet. Ik was verkeerd, laat maar, niet skippen. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Homer's office on the third floor. From there you can cut across to the north wing of the fourth floor. We shouldn't be seen together. Okay. Als ik in Heinrichs office ben, dan moet je even doorspoelen. Als je niet in bloed kunt. Maar anders... Bro. Gewoon guys. Oké, we moeten nu naar de Heinrichs office, want het was op de derde floor. Goedenavond, kan ik Ihnen behilflich zijn, Fräulein? Ja, ik heb reisedocumenten voor Herrn Heinrich. Is er daar? Nein, er is momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er komt gleich terug. Oké. Ik ga toch naar binnen, want ik ben gangster. Oh, hij zit toch helemaal niet? Documenten. Gewoon een investigation, missing explosive from army fire, focus dus. Dat is een... Oberst Carl Fisher, dat is die man. En Gefrieder Walter Gerber, dat is denk ik die andere Brit. Oh nee, ze gaan naar Fisher.
Kennen wir gerade dran. Ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich fragen? Alles Heinrich. Sehr cool, da kann ich vielleicht ein Herr Kommandant. Voilà. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Das war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. Oi, oi. Nur der Gehörspur. Herr Gruber. Außerdem nicht sehr gut. You to arrange for my departure of the air. Ja. Oh, wie hat mir auch gesagt? Spiegel. Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Very. One cannot be too careful these days. You look so serious. For my return to the fatherland. Drink jij eerst. Oké, hij heeft eerst gedronken. I will miss the cuisine. Is dat ding dat geen geven zit? Take the autumn. Tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's genius. So you thought, well, I'm not sure what I will miss more. Oh, no. Savoring the sweet flesh. Watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Oh, I can't dance. Come, pack him, pack him, pack him, pack him. And hurts! Dat bedoelde ik. Kijk, nu ben ik Shank! Dus voor mij komt dat. Dit is voor mijn zoon. Huts. En dan nog een laatste huts, denk ik. Dit is voor mij. Toen was hij dood. Dat had ik moeten zeggen voordat ik hem had neergestoken. En nu vinken we de briefcase. En hopla, we zijn weg. We doen de beide windows open. Allee, dat kan niet. Oké, maar... Fisher werd toch geïnterrogate? Wat is er met hem gebeurd? Ik hoop niet dat hij dood is. Fisher! Daar is Fischer. Oké, okay, okay, hij leeft nog. De gewünschten berichten als dank. Ik wilde ze mij snel gelukkig aanzien. Ik denk dat de code al was. Oh, ze wijzen naar Fischer. En hij pakt het andere tasje. Wat had dat te betekenen? Er wordt sprengstof uit de munitionslager. Sie wurden zuletzt in de nähe gezien. Nu zit er helemaal niks in waarschijnlijk. Ja, weg. Rendezvous with Crowley. Maar hoe lang hebben we hem al geïnfiltreerd? Dat ze al
weten dat Fischer een spion is. Ik ben hier pas net. Fischer moet hier dan toch wel zeker 2 weken verblijven. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Hier? Maar nu gaat hij ook een vraag stellen, denk ik. Is dat bloed aan Ihren Armen? Ik fürchte, dat is Tinte. Heute is einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Oh, hell no. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Oh, Crowley met de savings! Ja, dat was wel pro-geraan, Crowley. You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. They were staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after we've got the charges. Scotty dat niet was, hè. Waarom ben ik nu heen, hè? Have to be quiet. Hehehe. EO weight oppressor. Fantastisch. Oké, hier kan ik sneaken. Oké, ik wil niet naar binnen gaan. Oké, ik zit op het dak. Staat hier, de North Gate. Gewoon voor zijn zekerheid. Picking lock, snel. Oh, oh, oh. Dat was close. Oké, okay, beam, beam, beam. Nu op de Southgate. Boom. Dropped. Ze mogen me inspotten. Mag niet meespotten. Oké, ik ben een sneaky spy. Boom. Wat kan ik daar nu weer aan gaan doen? Wat? Dit is de kut! Now it's up to you and your team, Daniels. Let's go. Dus nu zijn we terug. De guy die we altijd waren. We should go now. Hold your fire. Get ready. Rip, ik conflict in mijn eigen speeksel. Ratatatata. Hoe zal dat nog niet eens gezien? We zaten daar gewoon achter een heel Duits legioen. Gewoon te niksen. Dat is een sidearm. Oh, een Garand. Misschien is hij wel beter. De bar zou beter zijn omdat hij gewoon een beetje meer ammo had. Recoil en fire rate is top. Oké. Oké, we zijn wel aan het hutsen. Dit is een guy. Oké, ze hebben ammo voor mij. Sorry dat ik op jullie heb geschoten. Dat zijn Franse burgers. Franse burgers zitten gewoon uit de ramen van hun huis om ons te helpen. Wat een gangsters. Ik ben natuurlijk al lang ziek van deze oorlog. Rits. Ik weet nog niet, hier heb ik ammo. Come on. Boom. Nee, ik kon niet serven.
Oh, ik had er ook nog een beetje op Turner geschoten. Ach ja, Turner. En nu zie ik op Gabriel. Waarom leken die allemaal op Nadia soldaten? Nee! Hij is gestorven vechten voor de resistance. Kijk dan man, dit is gewoon allemaal burgers. Dit is echt een van de coolste Call of Duty campaign scenes die ik heb gespeeld. En het feit dat we sadder voor een land maakt nog sadder. Oh! Die gaat eraan. Nee, ik heb het niet geraakt. Ik heb gewoon... Oké, dit is mijn last shot. Boom. Oké. Dismount. Tuurlijk kijk ik hem dismounten. Hé, hey, ze zijn op ons schreeuwen van let's go. En ik heb gewoon ook mijn reload geïnterrupt. Enemy troops! Rally! Oké, ik dacht even dat ik die zo moest hostage houden, maar ze waren al hostage. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up. Hier, geef me ammo. Got you covered, private! Follow me. Get the cuts. Ik kan beter eerst geen reload. Ah ja, ik kon hier reloaden. Dat is oké waar. En ik heb de reload toch gestopt. Oké. Wie is inside? Oh, een shotgun. Die heeft niet meer in plaats van een panther. Ja, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep. Man, één. Och, arme. We zijn ze gewoon een beetje aan het slaughteren hier. Wat dikke aimings? Man. Was mijn aim? First aid kit's ready. Ze vergeten soms dat die smoke ook onze dingen verpesten. Dat is een vision. Hier. Er is nog één soldaat. Oké, dat is goed. Oh, beste door. Open! Poppings. Ik kon altijd niet sterven. Boom! Ik heb geen first aid kits meer. Die zullen ons surrenderen. Eén iemand is gerenderd, dat is goed. Minder levens. Die we moeten killen. Zit dikke defense. Oké, sniper. Geef mij nog een. Oké, ik kan geen match krijgen. Oké, bedankt. Ik ga ze dichtbij komen, molotovs. Begrepen. Daar komen ze. Oh! Waarom ben ik zo'n pro-sniper? Ik denk als ik er nog aan snappen. Ik weet dat ik een first aid kit heb, maar ik wil hem nog wel aan geven. Boom. Off the bridge. Jij zijn goed bezig. Molotovs. Overal molotovs. Ik wou niet zeggen van nog meer snipers, maar... Waar? Ik heb al molotovs gebruikt, man. Hier. Molotov cocktail! En ik raak er helemaal niks van! Oké, niet Alexa. Nu zijn ze dood.
Come on, civilians. Hou ze tegen. Oké, de turret van de half-track. Waar is de half-track? Oh, hier daar! Die zit echt oké dichtbij. Die moet ik echt snel doen voordat ze hier iedereen slachten. Oké, en niemand mag turret zijn. Dan kill iedereen. Ik ben echt geen push aan het maken. Geef me die molotovs. Boom! Oh, die heeft er een panzer. Oh, ze hebben... Ik had die panzer nog gekild. Is Zussman nu dood? Ah nee, dat is Zussman. Wow, als ik die panzer had gefinished. Panzer Shrek. Ja. Doet me denken. Nee, dit doet me denken aan Red Dead. Zo sad. Ik heb een dikke sniper. Zijn aan de trieten. Pak ze! Ver. Mooie lijn van Duitsers hier. Dikke rits. Waarom gaan we die gewoon hier op? Yeah! Echt, als ik die panzer gewoon op tijd had geklept. Misschien kon er dan van boven blijven. Boom! Jij gaat nog even Crowley condo's kopen. Zesman. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. Yeah. Oh. Oh! Firework! Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. This ain't exactly over yet. The war's not done. That's right. Let them have this. That's what Turner's for. Aight. Dikke zie. Harrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Dankjewel om te kijken naar deze video. Beetje langer dan normaal, maar het was wel leuk. Doei doei, tot de volgende keer.